Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Coca-Cola. En dit was een van de verzoeken die ik kreeg op mijn Instagram. Dus als jij nog een analyseverzoek hebt, dit kan je aanvragen via Insta, via de Discord of gewoon via de comments op YouTube. Dit is ook een video die door een plotselinge verschuiving in mijn agenda later gepost dan normaal. En normaal gesproken upload ik dus elke woensdagavond en zondagmiddag. Deze wordt of laat in de avond op zondag geüpload, dus vanavond. Of ik doe het morgen dus op maandag, dus op 9 november. Dat gezegd hebbende, laten we dus direct beginnen met de video. You know, I've seen this done a couple of times on a couple of different videos. And I'm not quite sure this is real, and I just want to see what's up. Ooh. Hier voor ons zien we nu de weekly chart van Coca-Cola. En wat ik dus direct erbij wil zeggen is dat ik dit dus geen spannende chart vind. Maar het is wel een extreem mooie chart. Want het heeft gewoon een mooie stijgende trend. En het heeft weinig extreme correcties. Als we nou even helemaal weer teruggaan in het verleden hier. Zien we dat onze eerste grote correctie rond de 70% was. We hadden hiervoor nog één eigenlijk. Die was zo rond de 60%. Dan zagen we hier nog een dip. En laten we even kijken hoe groot dat is. Ongeveer 50%. Dan hebben we al een hele lange periode dat er geen grote dip was. Deze zullen ongeveer rond de 10 of 20% zitten. Hier ging die een periode sideways. Daarna ging die weer helemaal omhoog. En vervolgens zagen we hier onze eerste echte grote, maar ook lange correcties. Want deze duurden allemaal niet zo heel erg extreem lang. We zagen wel dat die hier sideways ging voor een aantal jaren, best wel veel jaren ook wel, ongeveer 10 bijna. En vanaf hier tot aan 98, tot aan 2009 ging die ook iets van 10 jaar lang sideways. Voordat hij weer echt begon te stijgen. Maar ook als we dit gaan meten zo, was het ook maar een correctie van 60%. Dus wat we zien is dus eigenlijk na een correctie kan die dus sideways gaan of hij gaat gewoon direct sideways. En die sideways periode duurde ook best wel lang naar mijn mening. Maar daarna zien we dus altijd weer een mooie stijgende lijn. Zoals hier zagen we na onze sideways correctie, zagen we ook weer gewoon een mooi winstpercentage van ongeveer 220%. En het is ook nog eens een aandeel wat een mooi dividend uitkeert. Zoals we hier kunnen zien heeft het namelijk een dividend van ongeveer 3,3% per jaar. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel mooi rendement. Vooral als je ook gewoon een stabiel aandeel hebt. En ik zeg dus stabiel omdat hij eigenlijk gewoon een mooie trend heeft. Het heeft een trend van duidelijke stijgende lijn en geen extreme correcties. En zelfs de correcties die hij meemaakt heeft een sideways periode. Er zijn weinig extreme prijsschommelingen, wat het eigenlijk best wel gewoon een mooie chart maakt. En naar mijn mening ook best wel gewoon een aantrekkelijk aandeel. Dus dat is gewoon direct het eerste wat ik gezegd wil hebben, is dat het gewoon een mooie chart heeft, zoals we hier kunnen zien. Het heeft geen gekke correcties, geen extreme correcties. En het heeft ook nog eens een mooi dividend. Voor dit aandeel heb ik één negatieve opmerking. En dat is dat bij dit aandeel het momentum omhoog op dit moment af begint te zwakken. En dat zien we hier al een klein beetje terug. Namelijk dat de curve omhoog steeds harder afzwakt. Maar als we de logaritmische chart aanzetten. En dat meet dus eigenlijk de procentuele veranderingen. Laat hij dus gewoon mooi zien op de chart. Zien we dus dat in het begin, wat dus ook normaal is, dat hij dus extreem hard aan het stijgen is procentueel gezien. En vanaf hier, vanaf deze piek hier, is het momentum eigenlijk aan het afzwakken, zoals we kunnen zien. Dus de stijging van 2009 tot aan nu bijvoorbeeld was drastisch minder sterk dan de vorige stijging die we zagen. Wat ook direct logisch is, want des te hoger de market cap, des te meer kapitaal ervoor nodig is om het aandeel of omhoog te brengen, maar ook naar beneden te brengen. Dus het is gewoon logisch dat het momentum omhoog af begint te zwakken.
Laten we dan nu eens gaan kijken wat we kunnen verwachten op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog wel gezegd hebben dat ik het op dit moment gewoon lastig vind om op korte termijn een meest waarschijnlijke richting gaan bepalen. In plaats van dat ik dus een meest waarschijnlijke richting op korte termijn zou aangeven, geef ik dus gewoon puur mijn observaties aan. En later in deze video zal ik dus wel mijn lange termijn target aangeven en wat dus waarschijnlijk is voor op de lange termijn. Maar op korte termijn is het lastig en ik hoop dat ik straks duidelijker ga maken van waarom ik het lastig vind op dit moment om een waarschijnlijke richting aan te geven. Dus dat gezegd, laten we dus direct gaan observeren naar wat we zien. Van zoals we hier kunnen zien, hadden we hier eerst de trend van een afnemende stijging. Dus er zat nog steeds een stijging in de trend, maar die was gewoon steeds minder stijl. Dat brak op dit punt hier, want hier ging de trend... Hier werd de trend verschoven van afnemende stijgende hoogtes naar acceleratie van de prijs. En dat werd ook snel gevolgd door een extreem harde daling. En dan komen we dus nu op het punt waar we nu zitten. Want ik zit er eigenlijk een beetje tussen positief en negatief in. De meest waarschijnlijke richting voor mij is waarschijnlijk 51% bearish en 49% bullish. En dat zeg ik dus als volgt. We hadden hier, op dit moment, hadden we belangrijke resistance, wat dus hier support werd gemaakt. Hier werd het support gemaakt en nadat de prijs weer helemaal terugkwam, werd er nog een keertje support. Op de daily chart wordt het hopelijk duidelijker. En dan kunnen we inderdaad zien dat het hier eerst resistance was. Dat werd dus support, dus oude resistance wordt nieuwe support. Support werd hier nog een keer bevestigd. De resistance van dit punt hier werd uiteindelijk gebroken. Dus als we daar dan ook nog eens een lijn gaan tekenen. Dus die resistance werd weer gebroken. Prijs ging hoger. Kwam uiteindelijk weer beneden resistance hier. Maakte van bevestigen opnieuw de oude support voor de derde keer. Prijs kwam snel omhoog. Maakte een lagere high. Zoals we hier kunnen zien. De prijs kwam weer terug naar support. En brak uiteindelijk. Dus hier zien we een paar belangrijke principes van technische analyse. En de eerste is dat oude resistance wordt nieuwe support. En we zien dus ook des te vaker een supportlijn wordt aangeraakt. Dus des te vaker de prijs weer terugkomt naar support, des te zwakker het wordt. Dus we zagen bij Coca-Cola in dit geval, dat duurde dus ongeveer 4 keer voordat de prijs uiteindelijk besloot om het te breken. Maar over het algemeen maakt het support dus zwakker. En wat zien we dus meestal wanneer een support dat vaak is aangeraakt, wanneer de prijs dus weer omhoog gaat, dan zien we dus vaker dat dat sterke resistance wordt. Dus wat op dit moment zwakke support was, omdat de prijs het dus meerdere keren heeft aangeraakt en omdat de support dus uiteindelijk brak op dat punt, dat is juist hetgene wat het sterke resistance maakt. Wat we zagen dat de lijn hier vaker werd gerespecteerd in het verleden en dan zien we dus ook weer dat oude support nieuwe resistance wordt. Dan wil ik dus nu weer teruggaan naar de weekly chart. En dan wil ik dus eigenlijk ook nog deze support slash resistance lijn. Wil ik eigenlijk ook een zone gaan maken, want we hadden hier een piek. En als we die gaan doortrekken, zien we dus uiteindelijk ook op de daily chart op kortere termijn, dat die vaker werd gerespecteerd. We zagen namelijk dat het hier support was, hier was het resistance, hier was het resistance. En het was dus ook daarna weer support. Dus op korte termijn zitten we op dit moment nu tegen een resistance zone aan te kijken. En dat is eigenlijk best wel een dikke zone op dit moment. Maar dat is dus nu waar we op dit moment tegenaan zitten kijken. Dus dat is negatief. We hebben dus een belangrijke support zone waar de prijs onder zit. En dat maakt het dus eigenlijk per definitie negatief. Maar waar ik dus positief over ben, is dat we als we een lijn hier gaan tekenen, vanaf hier gaan doortrekken, zien we dus ook dat belangrijke resistance hier werd weer later geflipt als support. Dat werd dus weer resistance. En we zien dus ook dat deze lijn de hele tijd geldt als support en resistance lijn. En daar zit de prijs nu ook weer boven. En we zien dus ook dat de bovenkant van deze zone hier. En we zien dus nu dus ook dat de prijs dus aan de bovenkant zit van deze support zone. Dus dat maakt het op korte termijn dus weer positief. Dus daarom vind ik het gewoon lastig te zeggen wat nou de meest waarschijnlijke uitkomst is op dit moment. Omdat hij nu gewoon tussen twee belangrijke zones zit te traden. Dus we hebben dat de prijs nu tussen resistance en support zit.
En dan maakt het op korte termijn gewoon voor mij in ieder geval extreem lastig om te bepalen van wat de meest waarschijnlijke richting is. Dus dit zijn mijn observaties voor Coca-Cola op korte termijn. We hebben dus een lagere hier gemaakt. We hebben van belangrijke support hier. We hebben dus ook weer resistance gemaakt. Maar we zitten op dit moment wel boven support, wat in het verleden ook wel belangrijk was. Dus dat is wat ik heb te zeggen over korte termijn. Ik denk nog steeds dat ik 51% negatief ben over de prijs en 49% positief. Dan nu als laatst wil ik mijn lange termijn targets aangeven en daarvoor heb ik de 4 PVR nodig. En dat is de indicator dat ik hier aan de zijkant heb en dat het meet is de volume, de getraden volume op een gegeven moment in de prijs. En wat het dus eigenlijk vertelt is waar onze support en resistance zone zit. En in dit geval, omdat we dus naar beneden kijken, hebben we dus te maken met supportzones. En de 4 PVR, waar de cluster het meest dik is, daar kunnen we dus ook support en resistance gaan verwachten. Dus dat is wat ik heb te zeggen over de 4 PVR. En als we dus meten vanaf onze piek hier, vanuitgaande dat dat de top zou zijn, dat weet ik op dit moment dus gewoon eerlijk gezegd niet, hebben we dus een 4 PVR wat dik begint te worden op dit punt hier, bij de 27. Dus daar zetten we onze eerste lijn. Dus dit is onze eerste target, dat het ongeveer op dit moment 55% af ligt van de huidige piek. En de tweede target gaan we weer meten vanaf de huidige piek tot aan waar het opnieuw een dip begint te worden. En dat is hier bij de $22,40 ongeveer. En daar zetten we onze tweede target. En dan kunnen we de 4 PVR direct ook weer uitzetten. Dus voor Coca-Cola hoef ik op de weekly timeframe niet heel veel moeite te doen om mijn targets te bepalen. En de eerste zit dus op $27 ongeveer en de andere zit op $22,50. En als we ook nog eens gaan kijken naar de lijnen, zien we ook nog eens dat de eerste belangrijke support was voor dit aandeel. En later werd het ook weer resistance. En we zien dus eigenlijk weer dat we met de zone te maken hebben. Namelijk hier komt de prijs weer naar boven. En we zagen dat hij hier weer een keertje werd aangeraakt. Dus als we hier een zone van gaan maken, vind ik dit nu accurater. Want we hebben dus nu hier resistance gehad. Hier resistance, laten we laten support. En hier werd het ook weer resistance. Hier de kleine false breakout. En de eerste is eigenlijk ook een zone. Wat we zien dat we hier kleine uitsteeksels naar beneden hebben. Dus laten we die ook nog eens gaan meenemen in de prijs. Of in de chart moet ik zeggen. En we zien dus dat het hier belangrijke resistance was. Of niet belangrijk, maar op zijn minst op korte termijn was het belangrijke resistance. Wat later support werd steeds vaker support. Toen hij voor de laatste keer support werd gemaakt, kwam de prijs eronder en maakte het resistance. Dus hier zagen we ook, des te vaker de lijn werd aangeraakt, des te zwakker die wordt. Hij kwam er uiteindelijk weer onder, maar het kwam er uiteindelijk ook weer boven. Dus we hebben hier te maken met de false breakout. En als we dus weer laten uitzoomen, hebben we hier dus ook weer support en resistance. En in het meest extreme geval kan je zeggen dat dit hier, deze twee lows hier, support is. Maar ik denk gewoon simpelweg niet dat het waarschijnlijk is. Gewoon puur omdat het aandeel geen extreme correcties schijnt mee te maken. En ik denk dus dat rond de 60% dat het dus echt de max zou zijn voor dit aandeel. Dus onze targets zijn deze twee zones voor Coca-Cola op de lange termijn. Dus om alles nog een keer kort samen te vatten. Dit is eigenlijk gewoon een mooie chart. Omdat we dus een consistente stijgende lijn omhoog zien. En dat wordt dus er weer duidelijk als we dus gaan uitzoomen. En het maakt geen extreme dips. In het ergste geval spreken we dus over een dip van 60%. En dat komt dus neer op deze zone hier voor onze target. Vanuitgaande dat dit hier de piek is. Op korte termijn vind ik het lastig om een richting te bepalen. Omdat de prijs op dit moment dus tussen belangrijke resistance zone zit en een belangrijke support zone. Dus ik heb gewoon meer data nodig om daar een sterke mening over te hebben. Dus eigenlijk komt het op neer dat ik op dit moment, op korte termijn ben ik neutraal, totdat een van deze twee zones wordt gebroken. En op lange termijn denk ik alsnog dat de prijs weer een dip gaat maken van ongeveer tussen de 50% en 60%. Vond jij dit nou een nuttige video? Vergeet dan niet een like achter te laten. Laat me in de comments weten wat je van vindt. En heb jij nou een vraag of een suggestie voor een andere analyse? Je kan me vinden op YouTube, Insta en Discord. En voor meer van dit soort content, vergeet dan niet te abonneren en dan graag tot de volgende.